Mijn naam is Daan de Kort en ik ben van Trots op Veldhoven TV. En zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien, sta ik voor de Sint-Cecilia-kerk in Veldhoven Dorp. En waarom staan we in Veldhoven Dorp? Nou, aanstaande zaterdag 10 december vindt de opening plaats van Echt Veldhoven on Ice hier op de plaatsen aan de overkant. Alweer de 8e editie. En nou, we zijn eigenlijk heel benieuwd naar het programma, dus we gaan even een kijkje nemen. En het is best wel koud, dus laten we maar snel gaan opschieten. The mood is right. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time. Ja, momenteel zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen om alles gereed te krijgen voor Echt Veldhoven on Ice. En niet voor niets sta ik hier voor een van de sponsordoeken, want we moeten ons wel goed realiseren. Zonder al deze sponsoren kon deze mooie schaatsbaan hier in Veldhoven Dorp niet zijn. Dus bijzondere dank aan al deze bedrijven. Als ik de ijsmeester moet geloven, dan is het al bijna goed, het ijs. Dus we gaan het redden zaterdag 10 december, maar ik ga zelf nog even checken. En ik denk, zoals de Friezen zouden zeggen, it get on. We kunnen zaterdag 10 december gewoon gaan schaatsen hier met z'n allen in Veldhoven Dorp. We gaan nu naar Café de Locht. Leon in de Kleef, uitbater van de Locht, is ook een van de horeca-uitbaters hier van de schaatsbaan. En daar gaan we nu even een praatje mee maken, dus let's go. Ik ben hier in Café de Locht bij Leon in de Kleef, een van de verantwoordelijken voor de horeca bij Echt Veldhoven on Ice. Het is voor jullie geloof ik alweer het vierde jaar, Leon. Vierde jaar, klopt. En wat staat er daar op de planning voor de schaatsbaan, met name dan voor de horeca bij Echt Veldhoven on Ice? Nou, weer een aantal terugkerende evenementen, dus de Ladies Night die al uitverkocht is, Katjeschuiven die al uitverkocht is, Veldhoven Stempel Proeft, nieuw. En die laatste is nog niet uitverkocht, daar kunnen de mensen nog van Veldhoven nog naartoe gaan? Daar kunnen mensen nog kaarten kopen, ja, dat staat al op Facebook, op de Veldhoven Online pagina. En dat is facebook.com/echtveldhovensmenz, geloof ik. Heel makkelijk. Oké, nou mooi. En waar kijk je zelf het meeste naar uit de komende weken? Ik denk naar het einde. Nou goed, wij wensen jou namens het team van Trots op Veldhoven heel veel succes. En maak er iets moois van. Ja, dit was ons eerste filmpje met betrekking tot Echt Veldhoven on Ice. Zoals ik al gezegd heb, komende zaterdag 10 december vanaf 2 uur is de officiële opening. En we zullen de komende tijd nog veel meer gaan filmen bij de schaatsbaan. Maar tot zover voor deze keer. En hopelijk tot snel bij de schaatsbaan. Houden we en bedankt namens Trots op Veldhoven.